Ja, nat, zacht. Het is heel zacht. Ja. En het zijn net kleine varentjes. Ja. Zie je dat? Mooi. Maar dan gaat de boom toch dood? Nee, die gaat niet dood. Niet? Nee, want die boom heeft er geen last van. Dat mos, dat zijn geen parasieten, maar epifieten. Epifieten. Dat heb ik geleerd. Ja. Oh. Vandaag hele bijzondere mossen in Vroege Vogels. En ook een libel die overwintert. En we gaan op inspectie bij een biologische varkensboer. Dit is Vroege Vogels. Midden in de zomer zie je ze altijd zo mooi over het water scheren, die groene en blauwe libellen. Maar in de winter zijn ze er ook, als je maar zoekt. We zullen even kijken wat het wordt. Ik vind een plekje erin, hè? Ja. Ja, dan wie je er even in. Oké. Okay. Ik zoek hier dus naar een... juffertje met een hele goede schutkleur en gewoon bijna onvindbaar in zo'n pol. Het zou haast net gewoon een klein takje kunnen zijn wat erin is gevallen. Maar met enig geduld en wat oefening kun je ze op een gegeven moment gewoon in zo'n pol of in een heidestruikje of op een klein boompje kun je ze wel vinden. De Noorse winterjuffers die hier de winter doorbrengen. Als ik dat zo zie, volgens mij zit er hier niet één in. Wat braampjes, daar zitten ze ook nog wel eens in, hè? Nee, het is echt een naald in de hooiberg, hoor. Dus je moet echt veel geduld en rustig kijken. Het liefst moet je eigenlijk ook met een aantal mensen gaan, dan hou je de motivatie ook wat hoger ook. Nou, ik vind hier nog niks. Nee, het valt niet mee, hoor. Maar het is wel een mooi pol hier. Ja, Evert, ik heb er eentje hier. Heb je er een? Ja. Oh, denk je? En dan, Mannetje? Vrouwtje. Ja, mannetje. Echt slapen doen ze niet, want deze jongen is echt super actief. Hij ziet alles wat om zich heen gebeurt. Als ik hem benader, dan draait hij naar de andere kant van de tak. Hij draait zich dus van de belager af. Nu zie ik dus alleen nog twee oogjes langs de stengel kijken. We hebben eigenlijk gewoon een soort antivries in hun lijf. Hè? Het is natuurlijk anders. Het zijn gewoon chemische stoffen waardoor ze niet kunnen bevriezen. Dus ze kunnen echt flinke vorst kunnen ze weerstaan. Dat is heel grappig, want als ze dus zo bevroren zijn en je ziet ze gewoon weer ontdooien, dan komen ze in feite gewoon weer tot leven. Dit is alleen specifiek voor die Noordse en bruine winterjuffers. Die kunnen dus niet doodvriezen. Want andere libellensoorten die overwinteren als larven in het water. En deze dus net andersom. Deze overwintert als imago, dus als beestje met vleugels in de winter. Het is een hele harde jongen. Ja. Daar mag je wel respect voor hebben. Ja, die schutkleur is echt bluffend gewoon. Nou, hè? Dat is echt, daar vertrouwt hij dus echt helemaal op. Hé, hey, waar zit je vrouwtje? Zijn er nog meer, jongens? Ja, hallo. Hij leeft bijna 10 maanden. Dat is natuurlijk ook heel lang voor zo'n beestje. Aangezien de zomerlibellen eigenlijk maar 4 à 5 weken leven, leeft deze eigenlijk bijna 10 keer zo lang. Dus dat is sowieso ook wel heel bijzonder. Op een gegeven moment krijg je er wel een beetje een soort tik van, hoor. Ja. Dat je gewoon op geen enkel heideterreintje meer kan lopen om op zoek te gaan naar deze beestjes. Maar ja, het blijft gewoon zo'n geweldig fenomeen. Zo'n zomerinsect wat dan hier midden in de winter zit gewoon. Nee, we zetten er altijd een stokje bij en dan kunnen we hem altijd weer terugvinden. Hè? Een week later of zo, dan kunnen we het beestje volgen in de winter. Even kijken. Nou, ik vind hier nog niks. Volgens mij, René, zat hij vorig jaar ook hier. Ja. Deze pol, dat er ook wel wat in zat. Dat klopt, ja.
Ja. Hier zit er eentje. Hé. Hey. Zijn we even gevonden? Een mannetje. Een mannetje? Ja. Hij ziet ons wel, maar hij wil ons niet laten zien. Een slimme donder. Hou ze in de smiezen, hè? Grote lijster. Ja. Het is nu net boven nul. En dat, nou ja, dat beestje dat kan pas vliegen wanneer het ja, zo'n graadje of 10, 15 gaat worden met een zonnetje erbij. Maar waarom nou net deze bedacht heeft om de cyclus om te draaien, dus gewoon in de winter te overleven. Zich in het voorjaar voor te planten en dan te sterven. Terwijl alle andere libellen die doen het precies andersom. Die leven nu onder water en die komen dan in de zomer of in de lente gewoon een paar weken boven water leven. Dus waarom dit beestje nou net besloten heeft om het anders om te doen, dat is dus gewoon een raadsel. Nou ja, ze zijn er nog, ze bestaan nog, jongen. Mooi. Dus echt heel veel was het dit keer ook niet. Maar ja, wat zeldzaam is, moet zeldzaam blijven. Ja. Toch, hè?